Hey hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Even een kleine update. Ik ben gisteren naar Dordrecht geweest om een reportage te maken van de Biesbos. Op een gegeven moment ben ik er naartoe gereden. Ik had mijn moeder bij me, het was hartstikke gezellig. Maar ik kwam daar aan en het bleek dat ik de pont moest hebben. Je kan daar alleen maar komen met de pont. Kan je daar komen. En de pont was al dicht. De vaarde al geen pont meer. De rail geen pont meer. Nee, de vaarde geen pont meer. En ja, ik ben dus voor niks gereden. Ik ben helemaal daar naartoe gereden voor niks. We hebben wel even een rondje gereden. En je kan er ook nergens je auto neerzetten. Was nog wel een of ander heel duister cafeetje. Zat er daar vlakbij de pont aan de zijkant. Maar het was nou niet echt een tentje waar ik graag wil gaan zitten. Maar je kan ook daar nergens kan je daar je auto parkeren. Dus we zijn, helaas zijn we ongerichte zaken zijn we weer terug naar huis gereden. Ja, was wel jammer, want Biesbos is echt een hele mooie omgeving. Ik zal eventjes op Google Maps laat ik even zien. Wij stonden dus, hier stonden wij dus, op de Provinciale Weg. Dat is in Dordrecht, is dat. Even kijken, wat is dat? De Stadspol dus. Daar stonden wij en stonden we hier. Even kijken wat Google Street View doet. Hier waren wij dus, de Provinciale Weg bij de Merwede. De nieuwe Merwede. Hier moest je dus de pont pakken en het was al laat en ik had geen zin meer om een pont te pakken, omdat ik niet wist hoe laat de laatste zou gaan. Dus dat hebben we uiteindelijk maar niet gedaan. Voor mij was de pont er ook, ja, er stond wel een pont, maar er kwamen ook helemaal geen auto's meer op. Dus volgens mij was die al afgesloten. Wij zijn toen hier ook de Zeedijk opgelopen. Hier hebben we het café. En toen zijn we hier helemaal rechtdoor gereden. Hier zijn we dus helemaal rechtdoor gereden helemaal. En dan kom je, ja, op een gegeven moment kom je dus echt op een landweggetje. Wat je hier ook in deze regio hebt. En hier kon je dus gewoon nergens je auto kwijt. Zijn het allemaal van die kleine smalle weggetjes. Maar niet echt een plek waar je je auto neer kan zetten. Dus dat hebben we ook maar niet gedaan. Toen zijn we hier maar rechtdoor gereden. En uiteindelijk zijn we dus maar terug naar huis gegaan. Zodoende dus helaas een keer dat het misgaat. Kan altijd gebeuren. Dat heb je wel eens te maken als je op een plek komt waar je nog nooit geweest bent. Ja, je moet toch elke keer weer een andere plek verzinnen om vlog op te nemen. En dan kom je ook wel eens op plekken waar je dus nog nooit geweest bent. En dus een beetje onbekend terrein is. Vandaag ging het dus niet door. Dan maakte ik ook nog wat anders mee eigenlijk. En dat was dat Rijkswaterstaat op het ogenblik bezig is met de wegen, met de bruggen. En met afzettingen en omleidingen en zo. Ik woon zelf in Spijkenisse. Dat legt Hiro. Hiro legt dat. Vlakbij Rotterdam. Rotterdam legt Hiro. Spijkenisse legt Hiro. Wegwerkzaamheden. Mijn zus die woont in Vlissingen. Dat ligt in Zeeland. En Zeeland legt dus gewoon helemaal. Eens even kijken. Waar legt Zeeland? Hier legt Vlissingen. We hebben altijd dus twee routes. Hoe we kunnen rijden naar Vlissingen toe. Ik woon dus in Spijkenisse. Dan leg je hier. Dan ga je van Spijkenisse ga je naar Heenvliet. Richting Hellevoetsluis. En dan gaan we, hier kan je de dam over, de Haringvliet kan je over bij Stellendam. Wordt ook wel eens de dam van Stellendam genoemd, het is het Haringvliet.
Dan gaan we via Goederede, Ouddorp, de dijk over richting Ellemeet, Renesse, Burghaamsteden, of nou eigenlijk Burghaamsteden, de Westerschouwen over, langs Kampenland, Vrouwenpolder, naar, even kijken, dan rijd ik verkeerd, via Kampenland naar Middelburg en van Middelburg naar Vlissingen. Nou is de dam die ik dus net liet zien, dat is hier ook, hier is de dam. Hier is de dam bij Stallendam. Die was afgesloten. Tegelijkertijd hebben ze ongeveer ter hoogte van Oude Tongen hebben ze ook een weg afgesloten, zodat je niet naar Zierikzee kon. Hier tussen ergens hadden ze ook een weg afgesloten. Dat betekent dus dat als je naar vanaf Spijkenisse, Hellevoetsluis en Brielen en zo, de regio waar ik woon, dus niet de eerste route kan doen, via Hellevoetsluis over de Haringvliet naar Ouddorp. Maar je kan ook dus niet de regionale weg nemen, de snelweg nemen richting Steenbergen, Bergen op Zoom, naar, via de grote weg naar Middelburg-Goes, kom je dan langs naar Vlissingen. Ja, erg onhandig. Voor de rest hebben ze ook zelfs nog bij Spijkenisse, waar ik ben, was de Spijkenissebrug was in storing. Dat is hier ook. En de nieuwe Botlekbrug. De nieuwe Botlekbrug die is hier ergens. De nieuwe Botlekbrug. Dat is dus hier ook, de nieuwe Botlekbrug. Die was dus ook afgesloten. Ook wegwerkzaamheden. En de Spijkenissebrug hier over de Groene Kruisweg. Dat is dus deze brug. De meest gehate brug onder Spijkenissers en Hoogvlieters. En nog meer van de regio eigenlijk. Deze was dus in storing. Dat betekent dus dat, dat er op een gegeven moment een hele grote lange file stond bij. Dat er een hele grote file stond bij de Hartelbrug. Ik weet dat wegwerkzaamheden in de nachten nogal hele gevaarlijke capriolen moeten uithalen om hun werk te doen. Maar het is echt letterlijk schandalig, vind ik het. Echt schandalig vind ik het dat ze gewoon een heleboel dingen tegelijkertijd afsluiten. Dat de Spijkenissebrug een storing is, nou ja, dat is op zich is dat niet echt oud nieuws of zo. Want die Spijkenissebrug die is wel meer in storing. Dan heb je de nieuwe Botlekbrug. Nou, die moeten ze gewoon opblazen. Want dat is gewoon een brug. Die staat er nu, denk ik, een jaar of twee jaar. Staat een nieuwe brug er. En die brug die hebben al meer dan duizend storing gehad. 1000 keer storing gehad. Maar het is gewoon schandalig dat als je bijvoorbeeld naar Vlissingen moet. Mijn zus die woont daar. Dat er op twee plaatsen tegelijk wordt afgesloten. Sluit gewoon alles in één keer af. Laat het andere open, want nu kan je niet via de ene kant rijden, maar je kan ook niet via de andere kant rijden. Echt schandalig vind ik dat. Ik vond het echt, ik ken niet met mijn pet daarbij. Ik weet niet wat Rijkswaterstaat daar nou verdiensten bij heb om twee keer de weg af te sluiten. Terwijl je dus twee wegen hebt richting of twee verschillende wegen heb richting van Spijkenisse naar Vlissingen. Ik vind het echt schandalig dat ze dat gedaan hebben. Nou, dit was even deze vlog. Het was een beetje een hele gekke vlog eventjes. Maar ik denk ik doe het even een keer zo. En dan een kaartje erbij. Dat is misschien wel leuk. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant en tot een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Dus...
Skabidi, skabidoo, skabidabidoo. Pappie.